Het bedrijfsnieuws van vandaag. Het topoverleg in Den Haag over de toekomst van ASML hier in Nederland. Vanochtend kwam de Telegraaf met het verhaal dat het kabinet een geheime operatie heeft opgetuigd om de chipmaker te behouden voor Nederland. Operatie Beethoven. Zojuist is topman Peter Wennink op gesprek geweest bij demissionair minister Mickey Adriaensens van Economische Zaken en bij demissionair premier Mark Rutte. En onze politiek verslaggever Mats Akkerman is in Den Haag om dat te volgen. Goedemiddag, Mats. Goedemiddag. Je hebt de minister ook gesproken, hè? Wat kon zij zeggen over die operatie Beethoven? Nou ja, we weten in ieder geval dat de operatie nu echt bestaat. En inderdaad, een gesprek net daarover op hoog niveau op het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van premier Mark Rutte, waar Peter Wennink van ASML vooraf dit zei op de vraag of ASML weggaat uit Nederland. Daar gaan we nu over praten. Want hoe serieus is dat? Daar gaan we nu over praten. Ja, dat toch, hè. Hij zegt niet, we gaan niet weg. Hij zegt, we gaan er nu over praten. En inderdaad, een geheime operatie om ASML in Nederland te houden, waar het ministerie van Economische Zaken aan werkt, met de naam Operatie Beethoven. Ik vroeg aan minister Mickey Adriaensens van Economische Zaken, wat is die Operatie Beethoven? Dat is een mooie codenaam, hè. Maar we hebben wel meer codenamen bij ministeries, als we het leuk willen maken met elkaar. Nee, we hebben een gesprek met heel veel bedrijven en dit is een van de bedrijven waarmee we praten. Ja. Wat houdt het precies in, Operatie Beethoven? Wat zit daarin? Nou, het is, waar we mee bezig zijn is te zorgen dat we een goed vestigingsklimaat voor bedrijven hebben in Nederland. En dat is iets waar we eigenlijk iedere dag weer voor moeten strijden. Dat is niet meer vanzelfsprekend. En een hele belangrijke sector is de semicon-sector. En daar is ASML een voorbeeld van. Maar er zijn meer bedrijven actief. NXP, ASM, BESI. En we hebben heel veel in handen als Nederland. Maar daar moeten we iedere dag ons best voor doen om dat goed te houden. Ja. Hoe dichtbij is het moment nu gekomen dat ASML Nederland gaat verlaten? Ja, het is op dit moment helemaal niet aan de orde. Wat in ieder geval wel aan de orde is dat zij grootste plannen hebben en dat deze sector gewoon groeit. En dat kun je overal lezen, dat kun je overal zien. Het zijn goede resultaten. Dus als we dat met elkaar in dit kleine land willen behouden, moeten we net eens een tandje harder lopen om te zorgen dat we de voorwaarden creëren dat kan. Ja, dat was dus de minister. Peter Wennink van ASML is ook net buiten gekomen uit dat gesprek en die heeft gezegd, ik heb een goed gesprek gehad, maar er is wel een kloof tussen wat wij denken dat nodig is en wat de politiek denkt dat nodig is. Mm. Een vertrek uit Nederland is niet aan de orde, maar als wij in Nederland niet kunnen groeien, dan gaan we wel kijken waar we dat wel kunnen. Mm-hmm. Waarmee die dus opnieuw hint op mogelijke uitbreiding in het buitenland. Ja, onder andere Frankrijk werd genoemd. Mats, ik vind het wel opvallend dat Adriaensens dan begint van zo'n codenaam om het leuk te maken. Nou, volgens mij heb je deze codenaam nu juist omdat je het ASML niet zo leuk maakt op dit moment. Maar Wennink was vanochtend op het Techliep-congres. Daar waren 6 Kamerleden uitgenodigd. 5 hebben last minute afgezegd. En nu zei hij dit erover. Nou, ik bedoel, er waren hier 6 Kamerleden uitgenodigd. En die dus vanochtend kennelijk onder 5 daarvan dat dit niet belangrijk genoeg was. Dat zegt u iets? Dat zegt mij wel iets, ja. Het gaat om talent. Ja. Als wij Nederland betaalbaar willen houden, ja, als wij Nederland een verantwoordelijke samenleving willen laten zijn, dan kunnen wij niet zonder talent. Dan kunnen we ook niet zonder talentmigratie. Dat is evident. En op een of andere manier dringt dat niet door? Of vinden mensen dat niet belangrijk? En hebben ze vanochtend iets anders te doen? Dat zei Wennink voor de microfoon van BNR. Mats, neemt de Tweede Kamer de zorgen van ASML wel serieus als ze niet eens komen opdagen? Ja, ik begreep wel dat sommige Kamerleden onder voorbehoud zouden komen, afhankelijk van de Kameragenda, en dat ze wel wilden komen, maar dus niet konden komen. Maar goed, de zorg van Wennink is natuurlijk wel breder. Hij neemt de Tweede Kamer die zorgen van ASML wel serieus. Nou, ik vroeg dat ook aan minister Mickey Adriaensens. Is dat wel zo op het moment dat die Kamerleden dus op zo'n evenement afzeggen? Ja, dat is heel erg jammer. En dat is ook precies wat we moeten doen. En dan helpt de naam als Beethoven weer wel. Het trekt even wat extra aandacht. Maar dat moeten we ook doen. We moeten laten zien dat je eerst geld moet verdienen in Nederland voordat je het kan uitgeven. En dit soort bedrijven spelen daar een toonaangevende rol in. Beethoven werd op een gegeven moment doof. Bent u bang dat uw zorgen aan dovemansoren gericht zijn? Nee, het zijn allemaal metaforen. Wat belangrijk is dat we met elkaar zien hoeveel we hebben in dit land. En dat we dat niet te makkelijk for granted nemen. Dat we niet denken dat dat vanzelfsprekend is. Dat we iedere dag opnieuw moeten praten met bedrijven om te begrijpen wat ze nodig hebben. En dat ga ik nu ook doen. Ja, en dat deze VVD-minister die zorg serieus neemt, ik denk dat ASML zich daar niet zoveel zorgen over maakt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk aan de hele Tweede Kamer om beleid te maken dat aantrekkelijk is om je hier te vestigen. Bijvoorbeeld met expats die hier willen komen. En dan zegt ASML, dan moet je niet hun belastingvoordelen gaan versoberen, want dan hebben wij niet meer die technische mensen. En dus, wat Wennink net na het gesprek zei, er zit nog een kloof tussen wat hij wil en wat de politiek wil. Dus zijn zorgen zijn niet helemaal weggenomen in dit gesprek. Ja, maar Mats Rutte was ook bij dat gesprek. Ja, dat zegt toch wel iets? Is het chefzaggen?
Ja, dat is, daar lijkt het in ieder geval wel op. En dat vroeg ik dus ook aan Mickey Adriaans. Dus van, ja, als Rutte bij dit gesprek is, zijn de zorgen van ASML dan zo groot dat u ze niet alleen kan oplossen? Nou, ik denk dat meneer Mark Rutte is heel vaak bij dit soort gesprekken. En bij dit soort grote bedrijven is dat zeker ook op zijn plek. Maar hij gaat ook naar kleine bedrijven, dus dat is niet bijzonder. Ja, de minister probeert het een beetje te downplayen. Maar goed, je krijgt niet zomaar een gesprek van een uur met onze minister-president. En dat zegt dus in ieder geval wel dat deze zorg van ASML echt serieus genomen wordt door het kabinet. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.